Hello there, fellow pilots, and welcome on this night VFR flight from Merville to Ostend. I feel very strongly about continuous development, both in my professional life as in my PPL adventures. A plain private pilot license isn't enough for me, and that's why in 2019 I decided to take flight lessons to get my night VFR rating. Today I'd like to share with you my very first night VFR instruction flight from Merville in France to Ostend in Belgium. In order to get accustomed to flying and landing in the dark, my Ghent aviation instructor and I took Delta Echo Lima Whiskey Whiskey, a Piper 28, from our home base of Kortrijk Wevelgem to Merville with ICAO designator Lima Foxtrot Quebec Tango. We performed the first leg during daytime. The plan was to wait for the dust to fall, to do some circuit training while the sun was setting, and then set course for my very first nighttime navigation to Ostend. This video is the uncut and untranslated version of that navigation flight. We are currently set up for our last touch and go at Merville, before setting course to Ostend via the Coxy VOR and the Belgian coastline. I hope you'll find this an instructive and entertaining video, even though it is in Dutch. Don't hesitate to start a discussion in the comments section below. I'm going to turn off the light very quickly to test the pilot control lighting. Roger, roger. Voilà, hij gaat draait naar 220. We zijn weg natuurlijk, nu moeten we even 1, 2, 3 zegt hij. Dat lukt niet, maar toch wel. Ja, ik dacht dat 5 was. So Delta Whiskey Whiskey, pilot control lighting is okay. Your number one, clear adaption runway 22 wind, 130 degrees 3 knots. Excuse my name. Yeah. Roger, that's all well copied. We are clear for the option and after this touch and go, we'll proceed to come overhead to field to start our navigation inbound Ostend. We'll climb altitude 1500 feet and we'll contact Lillebroge. Roger, I activate your flight plan after option, Delta Whiskey Whiskey. Perfect, many thanks. We hebben wel geen papjes meer. Wel, vlieg ze een keer zonder, hè? Ja, maar ik ga niet anders kunnen. Ja, dus, dat beeld klopt. Het is alleszins niet akelig hoog of niet akelig laag, dus houd uw snelheid en werk naar het begin van de baan. Goed, dat is dan ook al gecoördineerd. Papa Oscar is down at 2-2. Papa Oscar, number 2, preceding traffic, short final 2-2, foreign option, report final 2-2. Report you, final 2-2, Oscar, Papa Oscar. All is set and we have a clearance. Voilà, mooi. We zien de baan komen. We zetten ons boven. Ja. Voilà, afwaarden. 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 Nog een beetje gebruikt. End of the runway lighting voor uw neusstand. Goed. Very good. Flappers. Heater. Power. Engine fuel looking good, sorry. Power is er en de engine look good. We gaan naar binnen kijken naar de horizon. Speed loopt op, dat is goed. Voilà. Oké. Okay. Heb jij een idee van uw eerste heading? Ik zou moeten kijken om mijn kaart ook pakken. Ja. Dus als jij hem dan even zou willen pakken. Zou je... Ja. UTC control service terminated at Merville. Airspace declassified in Gulf and airtower information in local area.
PCL is activated. Don't forget to turn it off when leaving. And you're calling in the other PA28 is going to proceed overhead to start navigation back to Austin. Is now in initial climb. Bye bye, sir. Roger, we are in contact with the other colleague. I know him from Kortrijk. We will use the PCL and turn him off when done at around 8:30. Thank you for your help, sir Oscar Papa Oscar. Welcome, bye bye. Et grand merci de Delta Golema Whisky Whisky aussi. Et bonne soirée également, merci à vous. Vraiment. ATC is a service. For both of you can squawk 7000, please. Squawking 7000, Delta Echo Lima Whisky Whisky. Voilà. Oscar Papa Oscar also squawking 7000. Is weg. Precies uit, zijn koptelefoon weggegooid. Voilà. We blijven klimmen. We draaien downwind. Klapsen naar binnen. Ja, dat is goed. Check. We willen vanavond op 1500, dat maakt ons het leven het gemakkelijkste. Om rustig Lille te contacteren, hier af te melden. Ja, ja. Oké. Okay. Ik blijf op downwind. Ja, we blijven dan even op downwind. Alhoewel dat uw eerste heading een beetje richting daar is, hè? Ja. Inderdaad. Dan, nee, blijf als jij nog maar af. Jij levelt hem af. Ja. 1500, voilà. Ja, goed. Heel goed. Alrighty. Oké. Okay. Als jij hem even overneemt, dan kan ik... Ja, even mijn controls. You have control? Ja. Dan vlieg ik nog rond die fabriek, dat is het gemakkelijkste. Ja. Maar is echt de bedoeling dat we met dat lichtje maar de kaart bekijken? Wel ja, dat is ook een van de ambetantigheden. Ja. Het is niet de bedoeling dat je standaard dat licht op je kop in gang steekt. Dat mag, hè? Als je dat. Ja, nu is het niet verstandig. Kijk dan maar wat dat geeft in het rood, liefst. Dan ga je dat meetje kunt doen. Dan is het van de fréquence radio 7062 van onze Lille vers Elfo Saint-Thomas. On vient de citer la CPR de Lille. Et on va passer déjà mon ordre des installations dans 4 minutes. On est à 1400 pieds 1025. Je Charles. Merville Info, Delta Colima, Whisky Whisky. Nous sommes au fin de vent arrière pour la piste 22, mais nous sommes à 1500 pieds et on va prendre contact avec Lille pour monter. Bien pris pour le trafic à 1500 pieds sur ma ligne, 762. Voilà. Et Delta Colima, Whisky Whisky, on tourne vers la piste, on maintient 1500 pieds, on prend contact avec Lille. Bonne soirée, bonne nuit à tous. Lille Approach, good evening, Delta Echo Lima, Whisky Whisky. Delta Echo Lima, Whisky Whisky, bonsoir. Ah, je hebt daar een koers gezet. Ja. Delta Echo Lima, Whisky Whisky, Piper 28, we are above Merville. And we are about to start our navigation to Ostend. I presume the flight plan is already activated by Merville. And we request to set course to the first reporting point, which is on a heading 315, and request to climb altitude 3000. Climb approved, Whisky Whisky, squawk 6100, QNH 1024, report crossing the Belgian border. Squawk 6100, the QNH is 1024 and we'll report when crossing the Belgian border. Delta Echo Lima, Whisky Whisky. En de Monté. Ja. Dat gaan we dan straks doen. Oh, wacht, luider zetten, sorry. Ja. Ik ben even aan het foefelen met mijn volume. Nee, is goed, ik ben hier ondertussen een beetje aan het... Ja. Voilà, ik zet de druk boven de plein. Ja, en vanaf daar is de... Alpha Bravo, can you confirm that the Belgian restricted area 24 and 25 is still inactive? I confirm inactive, sir. Thank you for that. Hebben we klimmen? Check. Ja, doe maar. Delta Colima Whisky Whisky is climbing now altitude to 3000 and setting course on a heading 315. Copy, sir.
Juliette Golf, dernier virage pour la finale 26. On peut avoir le Spandrel, si c'est possible? We gaan misschien met een linksom bocht doen, Sébastien, dat we al boven het plein kunnen draaien in de goede richting. Ja, maar we zijn nog niet boven het plein. Nee, nee, maar jij ziet het plein stilkens aan een nieuwe kant dan? Nog niet. Maar Juliette Golf, donc piste 26, autorisé atterrissage, 150 degrés sinueux. Autorisé atterrissage, piste 26, Juliette Golf. Ja, dat is de fabriek. Ja. Zou zijn dat we erboven zijn zeker? Allemaal, nee, de fabriek is daar. Ik zie hier wel nog, ik zit op de heading te vliegen, 220, ik zie het niet. Ongeveer 220, we zijn nog op 0,7 mijl, 0,6. Ja, nee, ik zie hier een baan, een aantal wegen, maar geen pistman. Oké. Okay. Anders, als we de nee zegt dat we er ongeveer aan zijn. Ah ja, hè, maar right hand turn, nee? Ik zou dan toch nog de linker nemen. Ja, we zijn dan een beetje voorbij het midden van de baan. Ja. Ja, dat is de airport reference point. Voilà. Oké. Okay. 4 minuten. 316. Goed, dat is allemaal goed. De flaps zijn weg. Ik weet niet welke hoogte je hebt voorbereid. Dat, 2008, maar... Ah ja, kunnen we dan eens. Als zij zeggen dat 3000 mag. Ja. Wie zijn wij om iets anders te zeggen? Voilà, het loopt top, dus we zijn voorbij het plein. Ik zet mijn rechterbocht in. En misschien hebben we nog een glimp. Check, piste onder ons. Voilà, goed. En dan neem jij maar de sturen over. Affirm. Alsjeblieft. I have control. You have control. Reçu, j'ai dû laisser rouler, dégagé par la piste secondaire, et on va dégager en écho. Is die radio ook zo stil? Ik dégage par la piste secondaire, ouais, on appelle en écho, Juliette Golf. Voilà. Wacht. Hier wat. Luider zetten dan. Goed, turn time, dat staat klaar. Ja, time zou ik dan doen wanneer we de heading hebben. Voilà, 3000 voet. We gaan hem laten verapperen. Perfect. Ik wist de naam van dat first waypoint niet meer. November Alpha. November Alpha. Dat is zo goed als strikt boven zijn. Voilà. Tune is even niet. Nee. Ja, hier viel als je. Ja. Oei, ja. Het stond goed. Sorry. Ja, yep, ja, voilà. Heb ik oké. Ik ga direct. Oh shit. Eerst maken dat ja, ik hier. Ik denk dat we een beetje meer power mogen zetten. Ja. 2350 op een pressure en altitude van. Dunk hier richt op 316. Dus ga je weer 316 ingeven. Ja, ik check nog een keer. Ja, die staat goed. En dan hebben we dit. En dan kunnen we een beetje leanen. Ja. En hier hebben we weer. Ja, maar ik ben even met de vlieger bezig. Dat ja. Oké, okay, 316 op de heading. Een beetje meer leanen. Ja, ga eens een keer kijken ja. In de tabelletje. Die daar, nee, die zaten hier bij mij. In het tabelletje. We zitten op bijna 3000 pressure altitude. Dus 2007, dat is ja. 2400 mag je zetten, Sébastien. Indicator of? Ik ga even 2350. Even weer mijn herring pakken. Ik ben aan het overcorrigeren. Mag iets kunnen. 2350. Oké. De timer loopt. Ja. Dus na 4 minuten is het heading 348 voor 3 minuten. Voor dat andere waypoint. Ja. En dan is de ene tijd naar Dunkie.
Ça faisait un petit moment que j'avais pas tenu ma promesse. Et c'est dans le coin la semaine prochaine. Sans problème, on peut sauter puis voir un petit coup ensemble. Ok, je t'écris tout à l'heure. Ciao. Vas-y, de watertoren. Nee, ik heb volledig vertrouwen op uw voorbereiding. Ja, oei oei. Il info de Fox Golf November Alpha Mike, bonjour. Fox Golf November Alpha Mike, bonjour. Oui, bonjour aussi, donc on est avec Paris Control, mais on les capte vue. Donc c'est pour vous dire qu'on est en route vers Bray, au départ de Melun, et on a 70 10 au transpondeur actuellement, deux personnes à bord, et c'est un vol VFR, on arrive à l'unité de vos zones à 1 minute. Donker, dat zou misschien wel die bossen kunnen zijn. Ja, dat waren die bossen, dat we hadden gezien. Het ziet er nu wel niet meer groen uit, maar... Alors, le transpondeur, j'ai copié 70 31, c'est ça? Négatif 61, 31, 6 unités, 3 unités, le QNH 1024. Qui copie les cartes. Et le QNH 1024. Ja, crossing the border, dat gaat pas. Ah, Dunkie zijn meteen. Ja, Dunkie, hè. Zitten we eigenlijk al. Ik zou liever al eerder naar Coxide vliegen. Ja. Voor de tijdsbestek ook. Dus ik zou dat afroepen op dat punt Noord, november. En zeggen dat we dan contact opnemen met. Oostend approach voor een shortcut to Coxide. To Coxide, ja. Oké, maar dan ga ik misschien ook al Coxide VOR ingeven. Ja. Dan kunnen we zien op welke radiaal dat we zitten. Ja. Oei, wacht, ik ben hier aan het missen. Zo. Dat was... Zo. We moeten natuurlijk op tijd nog een draaikje nemen. Ja. Na 4 minuten was het. Roger. Die 48, dus ik ga dat hier al ingeven. Ja, turn. Is dat November Alpha hier, dat waypoint? November Alpha, ja. Oké, okay, dan kunnen we dat melden over de radio. Ja. First things first. Yep, sir. Turn, time. En dat was 3 minuten. Tune moeten we nu niet doen. Dat hebben we al voorbereid, hè? Ook. Kokzijde. Ja. Delta Echo Lima Whiskey Whiskey overhead November Alpha, altitude 3000 feet, proceeding inbound November. Delta Whiskey Whiskey, Roger, we want to contact us. Report. Say again. Say again, please. Report to contact Austin Approach, you're going to Austin, right? Roger, to report when we contact Austin Approach, Delta Echo Lima Whiskey voilà. Whiskey. Dat is goed. Spare time. Fox Papa Oscar, Fox Radio. Van mij mag het ietsje stiller. Ja, ik had het even verhoogd. Ik volg je volledig voor een beter turn time, tune, talk, fuel, we blijven op links. Altitude 3000 is goed. Dat is goed. Ja. Ja, ik weet niet wat dat is, maar die radio klinkt heel stil bij mij, maar andere keren moet ik hem altijd stiller zetten net. Dat is iemand die nu stil praat hoor. Onze balans is goed hè, Sébastien. Ja. Daarmee beginnen we, met onze balans. En als die goed zit, dan kunnen we alleen maar voor onze tweeën de input van de andere radios erbij nemen. En een keer kijken waar dat kokzijde ligt. Hè. Ja, nog anderhalf minuutje en dan zouden we normaal gezien voilà. Moeten... We kunnen het ook aankondigen dat we richting kokzijde gaan. Be advised in your area, I've got a TA28 leaving city of Lima Fox Select Tango by the north. Dan kunnen we hier Oostende voorbereiden. Oké, I will stay below 3000 feet of Scalpo. Traffic in your area. Austin approach 126. PA28 as well at 2500 feet maximum. Nog een minuutje. Delta Whiskey Whiskey Lim. Ja. Go ahead. Delta Echo Lima Whiskey Whiskey. Delta Whiskey Whiskey. Traffic in your area unknown position at 2500 feet opposite route. So watch out. Okay. Roger, we'll have a sharp lookout. Delta Echo Lima Whiskey Whiskey. Landingslicht aan, why not? Check. Dat is 2000 voeten, dat is het. 2005, ja. Ik zie daar wel een baan verlicht lopen. Dat zou misschien die autosnelweg zijn. Maar het zijn niet de lichtjes van de autostrade, maar het zijn de lichtjes van de auto's die er zijn. Ja, dat is ja.
en daar een groot verstedelijk gebied. Zou dat dan denk ik niet zijn of zou dat te dichtbij liggen? Nee. Dat ligt relatief kort bij, een keer even, kokzijde is 115 ongeveer. Dus dat is naar daar, dan is dat Duinkerk, en dan verderop, ja. Een timer op, oké, dan gaan we dat vertellen. Eerst een bocht pakken. Oscar Delta, roger. No ATS service right now at Le Touquet, so if you wish to transit at this altitude... Tune gaan we direct kunnen doen, maar eerst talk, misschien met die man. Fuel. Okay, yeah. Can we stay at your frequency? Yes, you can, but in that case, when passing over the airfield, I would prefer you be a bit higher to be sure not to interfere with local traffic that might be there. Okay, in that case we'll switch to Lutoker frequency and talk to you later. Right, you can stay on my frequency for 2 minutes, call you back in 2 minutes to switch frequency. Copy. Delta Echo Lima Whiskey Whiskey has just passed November and would like to switch to off-stand approach. Delta Whiskey Whiskey, Skok VFR, contact stand approach 1206, goodbye. Skoking VFR and 120.6 Delta Echo Lima Whiskey Whiskey. Dat is de juiste, hè? We zijn nu niet in contact met iemand. Dat is in België, dat de juiste, maar... Ah, ook als je geen contact hebt. Oké, ik ben... Wel, we waren in contact met hem nog en we gaan nu contact hebben met Oostend. Dat is eigenlijk de keer 2000 en nu 7000, strikt genomen. Omdat we nu even geen contact hebben, ja. Moesten we met niemand in contact komen uiteindelijk, dan zou ik 7000 laten staan. Ja. Voilà. Goed. Oké. En ik zet hier voor onze hulp. Als je wilt, voor de afstand, hè. Voilà. Want die is niet berekend anders. En dan roepen we van onze hulp. Austin Approach, Delta Echo Lima Whiskey Whiskey, goedenavond. Delta Echo Lima Whiskey Whiskey, Austin Approach. Delta Echo Lima Whiskey Whiskey, Piper 28, VFR, departed Lima Foxtrot, Quebec, Tango, destination your field. We have just passed reporting point November. At Merville, Lima, Foxtrot, Quebec, Tango, altitude 3000 feet, and request to enter your zone for landing. Delta Echo Lima, Whiskey Whiskey, roger, clear the weather 3000 feet, QNH 1024, runway 26 in use. Clear to enter the zone, altitude 3000 feet, QNH 1024, and runway 26 in use, Delta Echo Lima, Whiskey Whiskey. QNH is good, hoogte is good, 26 is what I want. Delta Whiskey Whiskey, with the current wind, sir, you can accept you also first within runway 08. Can you accept? Affirm, we can accept. And would it be convenient for you if we track immediately the Coxy VOR instead of passing via Dunkey? Direct Coxy approved, yeah. Direct Coxy approved. Chen, thank you, bye-bye. Voilà. Bye-bye. Goed, hè? Oh, ziet, ik ben geen moeite worden in mijn hoofd. Dat gaat niet goed. Oké, dus daar is... Kokzijde. Kokzijde. Dus van die kokzijde. Waar we misschien wat kust kunnen aanhouden en dan moeten we er iets in zetten van Oostende. Ja, inderdaad, Oostend Tower en dat was 118.18. Ja, en hier ook dan iets van Oostende, Ebos. De keer dat we kokzijde hebben, hè? Ja, want nu is die afstand wel handig. Volledig akkoord. Want anders moeten we kijken naar het vlaggen en dat is ook een beetje. Oké. Okay. Alrighty. Dat is toch intensief? Ja. Je zo touch and go's doen en de laatste paar vluchten lateren al van even en waren meestal ook een stukje korter dan eerst en een navigatie en touch and go en weer een navigatie en nog één en dan nog in de donker. En dan nog die drukte daar. Dus een keer een goede oefening. Ja, misschien heb ik het wat onderschat in die zin. Dat het is veel, hè. Het zijn een aantal minuten. Ja. Maar dat is het leuke van de kust, hè. Dat zie je waar dat het land eindigt. Ja. Ja. Tenzij dat jij toch graag die via die Gespo voor training dat wilt... Nee, niet speciaal. Okay. Ik denk dat het ook een beetje
deel uitmaakt van het leven van een piloot, dat je dingen voorbereidt en dat ze dan plots zeggen van, ah, we kunnen het iets efficiënter doen voor u. Voilà. Wilde dat niet. Voilà. En in Kortrijk moeten we sowieso dat circuit zelf opbouwen, want daar gaan we niet veel assistentie hebben. Nee. Mogelijks van. Sturen. Ja. Netjes de naald. We hadden ook nog, maar daar tijdsbestek had eens kunnen uitluisteren. Maar ja, ik bedoel, we moeten er ook tijd voor hebben, hè? Ja, want nu komt het allemaal rap op elkaar. Ja. Zo, hè? Ja. En we zijn, voilà, kijk, het is 10:50, dat is perfect. Ja, dus we zijn alweer een uur aan het vliegen ook. Ja. Ik moet creatief zijn in mijn boekhouding, want daar heb ik geen tijd voor gehad. Om af te boeken, dan zijn we gestopt met de... Ah, ik had wel daar de hops, Seffens nog. Ah ja, van de, wanneer dat we zijn vertrokken in... Ah ja, nee, niet na de touch and go's. Okay. Niet die. Geen probleem. Ja, nee, dat niet. We gaan daar creatief in zijn. Voilà, prachtig, hè? Yep. En dan zouden we ergens ook al moeten de luchthaven zien van Kok, zei de zeker sterk. Dat weet ik niet of dat daar veel licht gaat branden, hè? Ja, het is misschien gewoon die grote donkere plek voor ons. Die kans is groot. We zijn perfect op koers. Ja, we vliegen iets van een 10 graden. We hebben de radiaal. 10 minuten moeten we er zijn, dus ja. Een klein beetje naar rechts. Ja, dat is daar een grote. Dat zou dat zijn, hè? Ja. Maar als die mannen niet actief zijn. Ja. Daar een grote mast. Ja. Ja, hier zijn we ook een beetje op vertrouwd terrein. Ik bedoel, naar hoogtes. Dan weten we dat 3000 überhaupt geen probleem is. Ja. Maar naar terrein, als het dan hoger komt, dan moet je echt vliegen wat je hebt voorbereid. Omdat... En zeker niet onder de minimum safe altitude. Wel, dat heb je voorbereid. Dat je zegt, op die lek ga ik niet lager dan... 2000. Ja, dat is bij ons wel gemakkelijk eigenlijk, zo in België. Allee, wel, dat zeker in Vlaanderen. Dat is het nadeel dan, hè. Je bent dat dan ook niet gewend om daar rekening mee te houden. Ja. En s'nachts wordt dat nog... Whiskey cleared 2000 feet. Clear 2000 feet? Oké. Okay. Descending altitude 2000. Descending altitude 2000 feet, Delta Echo Lima Whiskey. Oké, dus de Q&A set mixture is rich. Ga je een beetje gas minderen. En dan vanaf Coxie naar Newpo was het 066. Ja, maar we gaan de kust volgen voor hem op de 08 binnen te vliegen, toch, hè? Ja, oké. Ik zie... Ja, oké, ja. Ja, hè? Ja. Ja, anders gaan we weg. Ja, dan moeten we ja, terugdraaien. Ja. Ja. Er flasht daar iets, zo dat... Geen idee. Ik zou hier, als we tijd hebben, gewoon nu naar de kust gaan. Ja. Ja. En dan Oostende erin te draaien, dan hebben we een idee van afstand. Dan grosso modo 300 per mijl. Dat is een 3 degree. Zes minuten. Approaching Coxie, request to follow the coastline to join long final. Ja. Or to join final 08. Okay. Zullen we wel over het zijn? Denk dat we over het zijn. Approaching, hè? Approaching. Oh. Ja. Delta Echo Lima Whiskey, approaching Coxie VOR, requesting to follow the coastline for a straight in long final 08. Delta Whiskey, Roger, clear to follow the coastline for straight in, report from inside. Clear to follow the coastline and to report when runway in sight, Delta Echo Lima Whiskey. Dank je wel. Ruwweg 80 ingeven. Ja, dat kan ons helpen. En is er nog iets die ons kan helpen? Ja, dat is een ALS in Oostende. Hebben we daar info van? Onder de 9,5. Oh. Denk ik. Ik duw hierop. Ik zit hier onder maar, de 9. Maar ik weet niet of dat ook geldt voor de... Ah, voor de 8. Ah ja. Misschien dat een, hoe noemen ze dat, een backcourse? Backcourse gaat er sowieso ook hebben, klopt. Ah,
maar ik weet niet of dat op de kaartjes hier van Oostende gaat opstaan. Nee, op dat kaartje staat dat hier niet op. Ja, ja. We zien ons landingslicht een beetje. Ja, weer zeggen, een beetje hazy, hè? Ja. Voilà, de coastline. Ja, ik zal opdraaien dat ik toch boven land blijf. Ja. Daar wordt het helemaal soep hè, om, ja, om te vliegen. Maar we hebben daar geen ontvangst van. Want dat ding zegt, ja, geen ontvangst. Oké. Dikke 8 nauticals. Dat doe ik bijna. Weer om hier ook, hè. Als dit hier op. Ja, we vliegen er eigenlijk recht naartoe. Naar 80. En we zijn nu een beetje schuin aan het vliegen, zo, hè. Ja. Naarmate dat dat. We kunnen ons dan beter positioneren van het moment dat we het zien, maar voorlopig. Hier zijn twee fellere lichten naast elkaar, zo twee witte, maar ik weet niet of dat al iets is. Nee. We will just follow the coastline. En dan plots zijn we erover. Oh. Maar ik zou gaan naar 1000 voet. En ja, we zijn op 7,5 mijl. Ja. Requesting altitude. Staat de descent. Delta Echo Lima Whiskey Whiskey, requesting to start descent. Delta Whiskey Whiskey, Roger, clear for descent. Start descent? Clear for the descent. Clear for the descent, Delta Echo Lima Whiskey Whiskey. Ik weet niet of ik tapjes heb in mijn oren of... Contact Austin Tower, 118.180, nothing. 118.180, Austin Tower, Delta Echo Lima Whiskey Whiskey. Thank you, bye bye. Ja, en ik zou zeker mijn descent inzetten. Ja. We komen nu op een 3 degree achtig iets. Austin Tower, Delta Echo Lima, Whiskey Whiskey, goedenavond. Delta Whiskey Whiskey, goedenavond, report final runway 08, number 1. To report final runway 08, Delta Echo Lima, Whiskey Whiskey. Die gasten geven wel... Ja, voor hen is dat gewoon business as usual, hè. Zou het daar niet zijn met die twee lichten en dan... Heb ze zo'n zo... aantal in een rij staan, hè. Ja. Ja. Wel, maar het ligt ervoor, hè. Want die twee lichten zijn ergens in de stad en de luchthaven ligt ervoor. We beginnen stilletjes aan de runway te zien. Ja? Oké, ik ga al beginnen met mijn zeker en downwind vast, checks, downwind en dan... Ja, dat is goed, we zijn nog aan het zakken, mijn remmen gaan. Die staan allemaal goed. Landingslicht staat nog aan van dat straks. Fuel pump on, mixture is still rich. We zitten op 5 mijl maal 300, is 1500 voet, dus dat klopt. Dus we zouden gewoon zo verder kunnen blijven zakken om uit te komen op de baan. We gaan de baan alleen maar beter en beter zien. Ja. En we moeten ook nog een keer dan subiet flaps 1 erin krijgen en zelfs flaps 2, want het komt allemaal. Ja, maar ik denk dat ik iets zie dat misschien de piste is, maar ik ben niet zeker dat de approach lighting en dan een piste. Ja. Ja, dat is niet gemakkelijk hier. De roodachtig lichten precies. De eerste, ja. Je hebt hier een steenweg lopen, ja, en dan een afslag. Ja. Maar dat is de baan. Oké, okay, en ik blijf gewoon hier op die... Je blijft, ga maar in je descent verder. We gaan naar flaps 2 aan 1500. Ja, 85 gaan vliegen. Dan ziet je de baan beter en beter komen. Ja. Oké. Okay. Richting dus 65, moesten, richting 65. Ja. En we moesten afroepen dat we runway inside hadden, denk ik. Oh, final zeker dat hij gezegd heeft. Ja. Dus, kunnen we ons niet beschouwen in final, want we zijn niet recht op de... Nee, we hebben zo de kust gevolgd om dan op het laatst in te draaien, hè. Maar voilà, vliegen 85. Hopelijk is er ergens wat papjes die ons iets kunnen geven, maar dat zegt 3 mijl en 1000, I'm happy. Ik heb ook een tamelijk goede. Ja, dat klopt ook. Ja.
Delta Whiskey Whiskey, wind 150 degrees, 5 knots, runway 08, clear to land. Clear to land, runway 08, Delta Echo Lima Whiskey Whiskey. En dan zie ik er wel een tapijt, dat ze daar... Ja, maar ik mag niet landen op dat tapijt. Nee, je moet het landen erover, op het ik groene... Ik zie daar een groene... Ja, die gaat alleen maar beter komen. Volg nog even de kust, om dan netjes binnen te draaien. We hebben 2 mijl, we zijn op 700, ça va, hè. Kijk, we krijgen papjes. Ja. Ah, kijk eens, dat is allemaal niet goed. Ja. Dat is allemaal niet leuk is. Dus dat is hier wel, qua approach lighting... Nou. Ja, dat zie je wel. Oké. Maar hier kunnen ook kat. Minstens 2 en misschien wel 3. En we are clear to land. Affirm. All is set. Flaps, keer. Ja. Carb heat. Perfect. Voilà. Oké, nu zie ik de groene, dus vandaar mag ik landen, sowieso, ja. Misschien de papjes nog volgen. En je volgt zelfs hier, als je de papjes volgt. Ja, dat is inderdaad wel een gigantische piste. Komt, ja, voilà. Kijken naar de timing, perfect. Goed, Sebastian. Spannend. Ah, 4 wittekes. Ja. Goed. Die snelheid vliegen. Beetje beginnen af te ronden al. Ja, nog een beetje. Al ietsje lager nog. Goed. Voilà. Blijven werken. Nog een beetje. Goed. Oké. Zachtjes in de remmen. Nu ondersteunen. Delta Whiskey Whiskey, vacated left way convenient. En dan left again parallel to the runway, 5 kilos to apron 3. Vacated to the left en dan 5 kilos. Ja. En dan wat? Ik ben even, kan je hulp nodig hebben, denk ik. Ja, goed, we gaan de. Wacht, hier hebben we blauwkes. Blauwkes. Ja, ja. Oké, nu zie ik het. En hier hebben we dan de centerlines. Ja, ik had. Ik dacht dat die gele lijn ook verlicht ging zijn hier al, maar dat is nog niet het geval, vanaf hier al. Ja, oké. En dan was het links. 5 kilo's to the apron. We gaan runway VK-red afroepen en zeggen we gonna need. Ja, en dat kan vanaf daar. 1 minute for the after landing checklist. Ja. En dan kunnen we ook nog een keer op het grondkaartje kijken. En wat zijn we hier? Delta 1? Kan dat kloppen? Delta 1 blijkbaar en hier Echo 1. Ja. Runway vacated at Delta 1, we are going to need 1 minute for the after landing checklist. Delta Echo Lima Whiskey Whiskey. Oké, Roger. Oké. Waar heb je nu die checklist hier gezet? Heb ik die ondertussen al bij mij gefoefeld? Denk ik, ja. Want ik heb daar blaadjes van genomen, dat is de... Voilà, en dat is de witte. After landing, parking brake is set, de RPM is een beetje laag, RP heat. Cold transponder standby. Fuel pump off. Fuel pressure is still in the green. De landing light gaan we gebruiken voor een taxi. De strobes mogen uit de pitot hebben niet gebruikt. Dan flaps up. Oké, en nu mijn kaart. Ik weet waar ik naartoe ga. Via de kilo's. Hoi. Chance dat ik dat op voorhand heb bekeken, dat ik weet. Zitten hier zeker? Is dat de Delta 1 en dan zo, en dan tot hier zeker en dan zo? Ik denk dat hier wel ergens een busje ons gaat opvangen. Ja. Ja. Oké. Daar zie ik al kilo 8. Stel hier dan gewoon die gele streep volgen. Parallel met de baan, dus dat wil zeggen dat de headingbug onderaan gaat komen. Ja, ik zie hier blauwe lichten links en rechts. Ja. En ginder witte lichten wellicht van een auto. Of. Zullen we wel zien.
dat is wel echt een auto daar, hè. Ja, dat gaat ook volle Mikar zijn. Zouden ze onze marshallen ook? Die gaan... Ah, dat zou wel eens goed kunnen, dat die man uit... uit een dingen gaat springen. Delta Whiskey, continue with the marshaller, tot straks. Affirm, continuing with the marshaller, Delta Echo Lima Whiskey, tot straks. Als dat niet fijn is. Erop, jongen, kan niet volgen. Hij rijdt normaal de weg voor die jij moet volgen. Dus ik mag hier ook links draaien, hè? Ja, voilà, zie. En hij zegt nu rechtdoor, 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 ja. Rechtdoor, voilà. Draaien. Goed. En wat altijd leuk is voor die mannen, dat je het slecht uit doet voor hun ogen. Dat is Bjorn. Denk het toch. Ah, voilà, dat is goed. En dan bedankte ze en dan zeg je, de remmen gaan op. De remmen gaan op, oké. Moet niet meer afmelden bij die mensen? Jawel, ik doe dat standaard. Ja, ja. Daar staat ook switching off, understand, switching off, tot ziens. Delta Echo Lima Whiskey, understand, switching off, tot straks. Well, that's it for today, fellow pilots. I hope you enjoyed this uncut video of my first night VFR navigation flight from Merville to Ostend. As usual, if you like this kind of videos, hit the thumbs up button and subscribe to my channel to get notified when I upload new flight reviews. Thanks and bye bye!